Dames en heren, mijn naam is Geert en Waling. En vandaag bij Café Weltschmerz praat ik met Paul Cliteur en Frits Bos over het boek Waarom haten ze ons eigenlijk? Ja, vandaag in de studio bij Café Weltschmerz, Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. En Frits Bos, een duizendpoot, financieel uitgever, belegger, maar ook sinds vandaag, sinds deze week, trotse redacteur van een boek dat is verschenen. Een bundel, Waarom haten ze ons eigenlijk? En daar gaan we vandaag over praten. Heren, welkom. Dankjewel. Misschien een heel simpele vraag die wel door zo'n titel ook wordt uitgelokt. Wie is ze en wie is ons? Misschien mag ik Frits eerst het woord geven. Wie is ze? Waarom haten ze ons eigenlijk? Ja, misschien mag ik in eerste instantie even aangeven wat de aanleiding voor het boek was. Uiteraard. Ik keek zoals zo vaak naar het programma van Jeroen Pauw in de avond. En dat was Paul na de aanslagen in Brussel. En Paul die... Jeroen Pauw, ja. Ik bedoel, Jeroen, ja, Pauw. Ja. Ja, Jeroen Pauw. Ja. Die stelde dus de vraag aan de mensen bij hem aan tafel van... kunnen jullie mij een antwoord geven op de vraag waarom ze ons haten? En dat waren dan de aanslagplegers, zijn de mensen van IS... En daar gek genoeg, het waren toch allemaal deskundige mensen die daar aan tafel zaten, kwamen ze toch niet echt tot een goed antwoord. En ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk merkwaardig. Het is een hele belangrijke vraag. Ik was en nog steeds ben een liefhebber van de boeken van Paul Cliteur. Ja. Bekend filosoof. Ik heb de schouder schoenen aangetrokken en ik heb de telefoon gepakt en ik heb hem gevraagd: Paul, wat vind jij van de gedachte om dat onderwerp, waarom haten ze ons, wat nader uit te diepen? En Paul was tot mijn blijde verrassing bereid om daar aan mee te werken. En hij zei, weet je wat, we gaan daar allerlei auteurs bij zoeken. Ja, want misschien is het wel aardig. In het boek staan echt, misschien wel, wat is het, 20 hoofdstukken ongeveer, als ik het zo snel tel, van verschillende auteurs. Het is echt een mooie bundel geworden, heel divers. Maar daarvan heeft Paul Cliteur het voorwoord, of in ieder geval het eerste hoofdstuk geschreven en ook een slothoofdstuk geschreven met een soort samenvatting, een soort poging om de verschillende ideeën, die heel divers zijn, denk ik, samen te vatten. Dus misschien is het aardig om even, Paul, jij werd gebeld door Frits. Ja. En Frits staat net, is wel bekend van een boek Risico als Obsessie, het beleggingsbeleid van pensioenfondsen, maar van een tijdje geleden. Dit is een heel ander onderwerp. Maar dat is een heel ander onderwerp. Ja. En ik kan me voorstellen dat je niet in eerste instantie dacht aan Alice Fritz, die auteur van die beroemde boeken over islam. Dus hoe reageerde jij op het verzoek van Fritz om daar iets mee te doen? Nou ja, ik vond het allereerst heel, heel fascinerend dat iemand die uit een hele andere wereld komt, duidelijk getroffen was, niet in de letterlijke zin, maar emotioneel getroffen was door die aanslagen in Brussel. Ik kreeg Fritz aan de telefoon en Fritz die zei, ja, dat... Nou, moeten we daar niet iets mee? En toen dacht ik, ja, ik vond het eigenlijk zo mooi dat iemand uit de samenleving, uit een totaal andere wereld, ook het gevoel heeft, ja, daar moeten we toch een bepaalde verantwoordelijkheid voor nemen om hier iets over te zeggen. Ja. Om te bedenken wat er moet gaan gebeuren. Ja. En ik moet zeggen dat, als ik dan ook luister naar wat Frits net heeft gezegd, dat je dan naar zo'n uitzending op de televisie kijkt en dan zie je dan van die deskundigen. En ik had diezelfde ervaring. Ik denk, heren, dames, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Er wordt heel omvloers gesproken over die kwesties. En ik kreeg er op basis van wat veel deskundigen daarover zeggen, kreeg ik nou niet echt een goed antwoord op
op de vraag die, die Pauw vraag, daar stelde. Die vraag die Pauw stelde was eigenlijk dus heel scherp. Want het lijkt een beetje een gemakzuchtige vraag van ja, er is een aanslag, waar maten ze ons eigenlijk? Maar ja, eigenlijk is het dus een vraag waar je een heel boek over kunt maken. Het is eigenlijk een... Meerdere boeken. En meerdere boeken zelfs. Ja, ja, ja. En eigenlijk zou je kunnen beweren dat jouw boeken daar over een deel al jarenlang over gaan. Ja. Maar dat je ook... misschien is het wel goed om eerst even die vorm van het... Want ja, je hebt verschillende boeken geschreven, Pauw, over dit thema al. Maar dit is toch wel een heel uitzonderlijke vorm. Het is een bundel met verschillende bijdragen die elkaar soms gewoon tegenspreken. Dus misschien is het wel aardig om eventjes aan Frits als redacteur te vragen van waarom heb je gekozen voor die vorm? En wat zegt dat over jou? De noodzaak die jij ziet voor zo'n boek op dit moment in de tijd van terrorisme in Europa. Ja, ik vond het belangrijk dat er niet alleen maar bepaalde Arabisten aan meededen, alleen maar politicologen of alleen maar sociologen. Ik ben dan econoom. Maar dat er ook moslims en niet-moslims aan het woord kwamen. En dat de lezer een gevarieerd de problematiek van verschillende invalshoeken kan benaderen en bezien. Ik denk dat het ook moeilijk is om te zeggen dat we tot een algemene conclusie zijn gekomen. De lezer die kan er datgene uithalen wat hem het meest plausibel lijkt. En ik denk dat daarin toch een stukje toegevoegde waarde zit van verheldering en ook duiding van de problematiek. Maar zelf kiezen wat je het meest plausibel lijkt, dat kun je ook doen als je in een boekwinkel staat met een stapel boeken waar je uit kunt kiezen, verschillende boeken. Om het in één boek samen te brengen vond ik zo mooi in ieder geval, juist omdat je daarmee ook symboliseert dat het debat heel divers is. Ja. Dat er heel verschillende standpunten mogelijk zijn en inderdaad, vanuit verschillende invalshoeken, maar ook gewoon simpelweg mensen die heel erg de islam beschermen, in bescherming nemen, of de moslims in bescherming nemen. Of mensen die zeggen dat het helemaal niet om de islam gaat. En andere mensen die juist heel islamkritisch zijn, dat je die in één boek samenbrengt. Dat geeft ook wel een beetje aan, dat dacht ik in ieder geval, maar misschien zie ik dat verkeerd, dat je de hoop hebt dat er een soort gesprek is, dat er een soort over de loopgraven heen een soort dialoog toch is tussen verschillende kampen die er zijn in het debat. Ik moet je bekennen dat ik die hoop aanvankelijk had. Aan het eind van het boek... Dit klinkt somber. Ja, ben ik vrij somber geworden. Ah, vertel. In die zin dat ik het idee heb dat een heleboel deskundigen vanuit hun specifieke deskundigheid praten. En eigenlijk nalaten om ook met elkaar van andere deskundigheden te bezien. En dus vind ik het ook erg lastig om tot een algemene oplossing te komen. Ik ben daar niet echt hoopvol op. Mijn eigen deskundigheid is economie. Het economisch aspect in het hele gebeuren is wel degelijk belangrijk, maar komt eigenlijk nauwelijks aan de orde. Dat is natuurlijk ook een wetenschap op zich. En het is ook heel lastig om mensen die vanuit hun eigen silo constant redeneren, om die uit die silo te halen en te proberen, jongens, ga nou eens aan de tafel zitten met elkaar, neem eens kennis van een andere deskundigheid en probeer eens te begrijpen en ook in de schoenen van een ander te gaan staan. En waarom ben je dan somber geworden tijdens het maken van dat boek? Want je had wel hoop dat het wel kon, maar waarbij bleek dat moeilijker is dan je dacht? Ook uit de discussies die we gedurende de loop van het jaar hebben gehad, heb ik niet kunnen ontwaren dat daar enige vorm van toenadering gekomen is. De sprekers die hebben allemaal hun specifieke standpunt. En het is ook heel lastig natuurlijk om een standpunt wat je al zo lang inneemt, om dan te zeggen, god, breng jij dat naar voren op die manier? Heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Nu ga ik er toch eens even helemaal anders tegenaan kijken. Nou, dat doet zich niet voor. Pauw, heb jij zelf de behoefte gehad tijdens het schrijven van... Je hebt ook nog eens een keer al die stukken gelezen en daar een soort synthese van geprobeerd te maken aan het eind van het boek. Heb jij tijdens het schrijven gedacht van, nou, ik ga mijn standpunt eens even verlaten
en iets nieuws, denk nou, ik. Nou ja, kijk, daar geef je al het, daar leg je al de vinger op de zere plek. Dat ik heb mijn standpunt niet verlaten, Frits ook niet. En ik jij ook niet, jij, dus jij ik heb ook een bijdrage geschreven. Dus, ik moet je wel zeggen, dat is altijd het geval. Als je aanhangers hebt van verschillende voetbalclubs, dan komt het ook niet voor op een feestje dat er dan toch mensen zegt, nou, ik heb er nog eens goed naar. Die andere clubs zijn eigenlijk beter. Dus dat gebeurt gebeurt niet, hè? Nee. Maar wat wel gebeurt, dat is dat, dat mensen soms met elkaar discussiëren en dat er toch iets gebeurt bij de ander. En dat kun je, dat kan in een gesprek ook gebeuren. Je zit soms met iemand te discussiëren en je ziet in de, al is dat maar in de ogen van de ander, zie je van, dit argument kwam aan en dat kwam niet aan, hè? Ja. Dus we moeten dat wel altijd blijven doen. Ik vind het ook heel goed dat je dat gedaan hebt. Absoluut. En er ligt dus nu ook een prachtig boek. Misschien moeten we ook een paar mensen die hebben meegewerkt noemen. Ja. Dus we hebben het hele palet is daar. We hebben dus enerzijds een heel islamkritisch standpunt van Wim van Rooij. Die een enorm succesvol boek heeft geschreven met kritiek op de islam. En Sam van Rooij. Ja. Die ook een beetje in die traditie staat. Je hebt Jan-Jaap de Ruiter, een Arabist. Die zich hiermee bezighoudt. Youssef Asghari. Ik zou zeggen een liberale moslim. Hè? Ja. Misschien dat je hem zo kunt zeggen. En dan heb je Macht tot Zee. Die een heel mooi boek heeft geschreven over sharia. Maar die samen met mij een stuk heeft geschreven. Dus er is een enorm palet. Ja. En die mensen die zijn allemaal met elkaar een beetje in de slag gegaan. En wat ook het aardige was, dat Frits als redacteur hield ons allemaal ook heel goed op de hoogte. Dus als er dan weer een nieuwe bijdrage binnenkwam, dan stuurde Frits het uit eigenlijk naar de hele club. En er kwam daar een discussie over. Op de e-mail vloog met elkaar dan eerst in de haren. Dus daar is wel een heel mooi, rijk boek uit naar voren gekomen. Het heeft aan Frits zeker niet gelegen. En het boek is denk ik ook prachtig. En in zijn geheel, het is heel interessant denk ik om te zien hoe die verschillende tegenover elkaar staan. En misschien moeten we kijken of wij, want we hebben hier toch in ieder geval 3 bijdragen aan tafel, zou ik zeggen. Zeker. In verschillende formaten, hoor. Maar ik heb een kleine bijdrage geleverd waarin ik juist heb gezegd aan het boek van, nou ja, die islam, daar kun je niet zoveel aan veranderen. Laten we vooral kijken naar de culturele botsingen. Ja. Een beetje in lijn ook van de andere bijdrage, David Pinto, die daar aan bijdraagt. Maar jij, Paul, hebt bijvoorbeeld juist heel erg op die islam ingezet. Ja. En Frits, volgens mij heb jij dat ook meer zowel de culturele als de religieuze botsingen benoemd die er zijn. Hè? Dus misschien is het aardig om een klein beetje die onderscheiden langs te gaan. Was je niet overtuigd, Paul, door het cultuurverhaal? Nou ja, er zijn inderdaad zitten verschillende lijnen in. Er is een dominant thema in het boek. Dat is de vraag, is de religie het probleem? Of is de cultuur het probleem? En er zijn er ook mensen die zeggen, nou, het heeft helemaal niks met religie en cultuur te maken. Maar het Westen is zelf het probleem. Het Westen is zelf het probleem. Of sociaal-economische omstandigheden. Of gemarginaliseerde minderheden of zo. Maar er is vooral wordt er veel gediscussieerd over de vraag religie en cultuur. Dan heb je dus enerzijds, dat noem ik dan de cultuurbenadering. Dat is van David Pinto. Hij zegt, het heeft niet specifiek met religie te maken. Maar het is de cultuur die het probleem vormt. En anderzijds heb je de vader en zoon van Rooij. Die zeggen, nee, de religie van de islam, dat is het specifieke, probleem. Dat is een discussie. Wat ik al heel verrijkend vind, dat het überhaupt in dit boek aan de orde wordt gesteld. Want die deskundigen die daar aan tafel zaten bij, ik weet niet eens wie het zijn, maar goed, dat kun je je wel een beetje voorstellen. Want dat is de consensus in deze wereld. Daar bij Pauw, dat is over het algemeen, het heeft niets te maken met hun manier van denken. Ja. We worden getroffen nu door aanslagen. Het is allemaal heel, 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 heel ingewikkeld. Maar denk vooral niet dat het te maken heeft met de manier van denken die de aanslagplegers zich eigen hebben gemaakt. Zeker, dat zijn de islam. Ja, of het islamisme of eventueel de cultuur. Maar er is een enorme focus op van alles en nog wat, behalve op het gedachtegoed. Maar niet alleen, bij die mensen aan tafel, maar vooral ook bij de politici. Die het constant ontkennen. Ja. Neem Hollande, neem Rutte, neem heel Clinton. Obama. Clinton. Merkel, Behalve Merkel. Trump. Behalve Trump. Ben Carson. Die hebben daar en wel aan. Dat is echt een belangrijke verandering. Waar
misschien ons boek een beetje een rol in kan spelen. Dat is dat er meer aandacht is op het gedachtegoed. Want ik geloof zelf, ideas have consequences. Als jij socialistische ideeën hebt, dan bepaalt dat je engagement. Ja. Als je anarchistische ideeën hebt, dan bepaalt dat je engagement. Hoe je denkt, bepaalt wat je doet. En dat geldt ook voor terroristen. Ze worden, wat mij betreft, maar dan leg ik nu mijn eigen kaart op tafel hoor. Maar ze worden gemotiveerd door een bepaalde set van ideeën. Hoe je die precies moet benoemen, dat is vraag 2. Maar ze worden in ieder geval gemotiveerd door een set van ideeën. Absoluut. En het is van belang dat je dat analyseert. Dat is heel goed empirisch ook, denk ik, duidelijk te maken. Want als je kijkt naar de sociaal-economische verdrukking waarin sommige groepen zitten, dat is evident. Maar er zijn nog veel meer sociaal-economische groepen te vinden die nooit overgaan tot terroristische aanslagen. Nee, vind ik ook. Tot haat en geweld, misdaad, wat dan ook. Dus daar zit meer in dan alleen maar die sociaal-economische component. Ik zeg zelf altijd een beetje met een kwinkslag, als het zo zou zijn dat armoede, dat tot terrorisme leidt, dan zou heel Afrika vol moeten zitten met terrorisme. Ja. Terrorisme, wat niet het geval is. Die komen vaak uit hele rijke oliestaten. Ja. Saoedi-Arabië, Qatar, dat soort staten. Dus je zou bijna zeggen, het is eerder een luxe verschijnsel dan dat het te maken heeft met armoede. Wat ik me afvraag, je duidt eigenlijk op een ontkenning. Ja. Een ontkenning van de oorzaak van de aanslagen. Dit zo zijnde, vraag ik me af, als die ontkenning voortduurt en eigenlijk als er een duiding ontbreekt van de oorzaken van de aanslagen, is er dan überhaupt dan nog wel een oplossing mogelijk? Zolang je dus ontkent. Ja, nee. Het antwoord is dus nee. Dat vind ik. Zolang wij dit ontkennen, is er geen oplossing mogelijk. Dat is een belangrijke conclusie, lijkt mij. Vind ik ook. Je hebt al gezegd, je kunt een ziekte pas behandelen als je de diagnose stelt. Als je weet wat het is. Als je bij de dokter zit en de dokter zegt, ik weet niet wat u hebt. Dan is de volgende vraag, waarom vindt er dan voortdurend de ontkenning plaats? Dat is het interessante van de vraagstelling van dit boek. Hè. Waarom haat is ons eigenlijk? Het gaat er eigenlijk al vanuit dat er haat is. Ja. En dat er een ze is en dat er een ons is. Ja. En dat is eigenlijk al een stap verder dan heel veel mensen durven te gaan. En wat dat betreft is het ook heel erg te prijzen. Denk ik dat sommige mensen daar hebben bijgedragen die misschien de conclusie die jij of die ik zou trekken niet helemaal durven trekken of willen trekken of daar andere ideeën over hebben. Maar dat ze toch meegaan in het idee van, het is eigenlijk een vorm van framing, dat er een haat is van een zij tegenover een ons. En ik denk dat klopt en dat je dat ziet in die aanslagen. Dat bleek ook uit jouw bijdrage, die culturele... Dat vind ik ook, maar dat is op zich al wel iets, zijn we al wel een stapje verder mee dan als je helemaal ontkent dat er iets aan de hand is. Hoewel ik wel een lichte aarzeling heb met die enorme focus op haat. In dit geval is we hebben die titel eigenlijk overgenomen. Het is niet iets wat zich voor het eerst heeft aangediend aan de aan de tafel bij Pauw. Dat is een internationaal gezien. Why do they hate us? Het is een vraag die heel veel voorkomt. Mm-hmm. Hè, die al vaak gesteld is. Ja. Maar er is ook iets wat me enigszins ongemakkelijk ermee maakt. Omdat het echt een psychologisering van het probleem is. Hè? Ja, ja. Er wordt zo van... je moet naar de psychiater toe. Je haat ons. En het is een psychologisch gemotiveerde kwestie. Terwijl het daar gaat, zijn we het ver gaat, van gebleven in het boek. Wij hè? Wel. Dus zeker. Want wat een aantal mensen zeggen, het is niet zozeer een kwestie van haat. Het is een kwestie van een hele verschillende manier van denken. Ja, absoluut. Ik was zelf heel erg onder de indruk ook van het getuigenis van de moordenaar van Theo van Gogh in 2004, die daar bij de rechtbank zat. Luister, ik haatte deze man niet, daar heeft het niks mee te maken. Nee. Maar ik heb hele andere ideeën over hoe de samenleving ingericht moet worden. Ja. Over wat de uiteindelijke bron van het gezag is in de staat. Ik heb andere opvattingen over democratie, mensen. En dat werd eigenlijk wederom ontkend. Zonder aanzien des persoons heeft hij Van Gogh vermoord, zou je kunnen zeggen. Ja, dat denk ik eigenlijk. Ja, dat had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Dat maakt het eigenlijk meer een politieke moord dan een... Ja, dan, zeker.
zeker. Een dat emotionele moord. Of een, zeker. Ja. Ik, en dan ik, kom ik, je... Dus die, als ik nog één zinnetje... Maar ik, die mensen dus die ook de cartoonisten van Charlie Hebdo vermoord hebben... Dat is niet zo dat ze nou die mensen persoonlijk zozeer haten. Mm. Nee, ze vinden dat ze dat moeten doen omdat ze soldaten van God zijn. Ze voeren een opdracht uit. Ze voeren een andere opdracht uit. Frits, dit is wel een klein puntje, want Paul zegt eigenlijk... Ja, dat haten, dat is een verkeerd woord. Heb jij daar over nagedacht toen je de bundel maakte? Of dat niet toch anders verwoord moest worden? Of vind je dat toch dat woord haten wel op zijn plaats? Ja, de titel Waarom haten ze ons, die was in feite niet van mij afkomstig, maar van Jeroen Pauw in dit geval. Ja, maar jij koos hem als titel te hanteren. Ja, omdat was gewoon de aanleiding om het boek te doen. Kijk, die haat... Die daalt op ons neer, ook vanuit de IS. Hè? Dat was ook toch de aanleiding. En wederom die ontkenning toen IS in Dabiq aangaf waarom ze ons haten. En wat mij opviel, de punten die ze daar noemden... Dan moet je even uitleggen, dat is dat tijdschrift, hè? Dat magazine van de glossy van IS. Waarin duidelijk, van de zomer 2016 geloof ik, werd duidelijk uitgelegd van... Nou jongens, jullie willen weten waarom we jullie haten, hierom haten we jullie. Ja. Het is heel merkwaardig eigenlijk, dat de actoren zijn in dit geval de man die Theo van Gogh ombracht. En IS en de mannen van Charlie Hebdo... constant zeggen, jongen, wij voeren in feite uit wat er in de Koran staat. Allah Akbar. Dabiq, of in Dabiq heeft IS nog eens een keer uitvoerig verteld welke punten waarom ze ons haten. Om een paar te noemen, jullie zijn een atheïst, jullie geloven niet in Allah, jullie zijn koloniaal bezig geweest. Jullie voeren oorlog tegen ons. Jullie gedachtegoed, dat staat ons tegen. Jullie zijn materialistisch, et cetera. Dus, en wederom toch eigenlijk weer die ontkenning. Want nee, het is niet de islam. Dat is merkwaardig. Want even een boeiende interval. Ja. Als ik even een filmpje wat ik onlangs op internet zag... ik meen dat het op IS-gebied speelde. Het was een uitgelekt filmpje van IS achter de linie, zou ik maar zeggen. Waarbij er een bomvest was. En er waren meerdere jongens die zich bereid hadden gesteld om zich op te blazen. Ja. Maar er was maar één bomvest. En dat bomvest werd door strootjes te trekken verdeeld. En degene die het langs de eind trok, dus die dus het bomvest omkreeg... die was dus uitzinnig van vreugde. Ja. En die werd gefeliciteerd door zijn kameraden. Ja. En mijn tranen vlogen ze om de nek van... wat gefeliciteerd, dat heb jij toch getroffen... dat jij uitverkoren bent met dat bomvest. Ja. En hij zelf ook helemaal blij. Dat hij Je zou denken van nou, ik ben blij dat deze gifbeker naar mij voorbij gaat. Maar nee. Dat is het enge natuurlijk. En toen dacht ik opeens van ja, dit onderschatten wij. Het feit dat de aanslagplegers... de terroristen zo bereid zijn om zelf te sterven, dat is eigenlijk dat hebben ze liever. Ja. Ik denk dat Mohamed Bouyeri teleurgesteld was dat hij niet werd doodgeschoten in het Oosterpark in Amsterdam in 2004. Ja. En vaker bij dat soort, op het moment dat aanslagen verijdeld worden, zijn ze daar enorm verbolgen over, want ze hadden willen sterven. Hè? Mm. En dan zouden ze beloond worden en dan zouden ze alle eer krijgen en zo. En dat is denk ik een combinatie van, dat haak ik daarop in, denk ik, dat haten misschien toch een te simpel woord is. Omdat het ook een missie is waar ideeën, wat jij zegt, ideas of consequences, heel sterk een leidende leidraad zijn in het leven. Ja, maar voordat we nou de indruk vestigen alsof we voor dit boek de verkeerde titel hebben. Het opvallende van dit boek is dat wij dus nu wel op die achtergronden allemaal ingaan. Terwijl al dus die deskundigen dat allemaal niet doen. Of nauwelijks doen. Ja. En ik denk ook dat Frits ook gelijk heeft wanneer hij zegt... je hoort politici er ook niet over. Ik snap eigenlijk niet dat er een enorme focus is. We zitten dus nu op een... zitten we dus midden in een proces tegen een Nederlandse politicus Geert Wilders. Die heeft gezegd minder Marokkanen. Daar wordt hij strafrechtelijk voor vervolgd. Men is... heel Nederland is zich nu aan het afvragen van... mag je dat zeggen? Waarom zegt die man dat? Hoe komt die erbij? Hmm. Dat wordt allemaal op een gouden weegschaaltje gewogen. Ja. En dat
punt wat jij nou net aanhaalt, dat dus van het strootje trekken van, ja. daar hebben ze me van, dat bestaat er. Maar ik snap dus niet dat het niet veel meer losmaakt bij de gemeenschap van mensen. Eén die zich bezighouden met godsdienst, met terrorisme. Die moeten dat een hele fascinerende vraag vinden. En merkwaardig genoeg, ze vinden het geen fascinerende vraag. Nee. En ze, wat zeggen ze? En waar komt dat denk ik wel? Dat zal ik zo zeggen. Maar die mensen zijn godsdienstwaanzinnig. Die zul je toch nooit begrijpen. Die zijn zo raar. En dat, dus het wordt in feite ook een beetje weggeduwd. Terwijl het enorm fascinerend is dat je daarmee... daar moet je je mee verstaan. En ook die Nederlandse overheid moet zich daarmee verstaan. De AIVD moet daar rapporten over gaan uitbrengen. Ja. Het NCTB moet zich daarmee bezig gaan houden. En dat hebben ze wel een heel klein beetje gedaan. Er is in 2004 is er een goed rapport verschenen van Dawa tot Jihad. Daar houden ze zich een beetje mee bezig. Maar al heel snel drijft dat weer een beetje af in... Nou ja, naar toch betrekkelijk weinig overtuigende verklaringen. Die niet echt veel op de zere plek leggen. Want ik dacht even, we hebben net eventjes heel makkelijk dat sociaal-economische terzijde geschoven. Maar je hoort toch wel heel vaak ook de verklaringen van... dit is toch een vorm van uitsluiting van minderheden, allochtonen... of mensen met een migratieachtergrond, moet je tegenwoordig volgens het CBS zeggen. Ja. Daar zit een uitsluiting. Een factor in en dat wakkert haat jegens het Westen ook aan. He, dat is op zich ook wel in te voelen, dat idee van dat je als je buiten de samenleving staat, dat je daar ook sneller je tegen de samenleving keert. Ja. Speelt dat helemaal geen rol? Het speelt wel een rol, wat mij betreft. Ik zeg altijd, er is niks in de wereld wat maar één oorzaak heeft. Alles heeft altijd meerdere oorzaken. Het feit dat we hier zitten, dat is omdat dat Frits dat initiatief heeft genomen dat boek te redigeren. Dat is omdat er ook dat Café Weltschmerz bestaat. Dat ik daar eens een keer mee in contact ben gekomen. Dus er zijn altijd meerdere factoren voor iets. En dat geldt ook voor misdaad, het geldt voor een diefstal. Altijd meerdere factoren. Alleen, ik denk dat je de ideële factor niet kunt miskennen. En dat is iets wat ik wel voortdurend zie gebeuren. Door politici, door deskundigen. En dan de vraag, waarom? Wat is dat? Ik heb toch zo wel een idee over. Maar je vertelde ook, voordat we begonnen met deze uitzending, zei je iets over die haat die jou fascineert. Is niet alleen maar de haat van, laten we niet gewoon zeggen, terroristen naar het Westen. Maar het is ook een beetje de haat binnen de autochtone groepen, binnen de allochtone groepen. Hè? Kun je dat even uitleggen wat je daar fascineert? Die vraag die ligt er nog een beetje... Gaan we ook nog beantwoorden. Die gaan we nog beantwoorden, want ik heb er ook wel een idee over. Kies wat je wil. Dan ga ik daar... Kijk, er was ook nog een tweede reden om het boek te schrijven. Kijk, die aanslagen van IS... daarvan wordt ook gezegd... Ja, jongens, de kans dat je getroffen wordt door zo'n aanslag, dat is ongeveer 10 keer, ik weet het niet precies hoeveel, zo heel klein, zo klein als dat je een auto-ongeluk krijgt of dat je een enge ziekte krijgt of weet je wat. Dus, ga maar rustig slapen, want het is eigenlijk een heel marginaal gevaar. Als je getroffen wordt erdoor, is gewoon bad luck. Je was op de verkeerde plek op dat moment. Mm-hmm. Ik denk dat een... ik vind dat geen plezierige omschrijving... en ook een soort negatie van wat er allemaal achter steekt. Maar deze verklaring of dit argument hoor je toch redelijk vaak. Mm-hmm. Tweede punt is waarom het boek, waarom haten ze ons eigenlijk? En dan gaat het niet over IS, maar dan gaat het over de haat die wij toch in steeds meer mate tot ons krijgen binnen onze maatschappij. Botsende groeperingen. En dan denk ik aan de allochtonen versus de autochtonen. De autochtonen onderling en de allochtonen onderling. Ik denk dat dat een veel belangrijk of een echt een belangrijk onderwerp is. Zie je op alle vlakken een toename van haat in de afgelopen jaren? Ik denk dat de groeperingen steeds meer tegen elkaar opkomen. Ja, dat denk ik niet alleen. Ik denk dat een
een grote groep van Nederlanders vindt dat de sfeer in het land gewoon achteruit gaat, omdat mensen toch wat scherper tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat is op zich heel jammer. En de vraag is dan ook, waarom haten ze, en dan heb ik het over al die groeperingen, waarom haten ze elkaar? En daar heb ik wel een zekere gedachte over. Ik heb ook geprobeerd in het boek daar wat over te doen. Nou, ik heb bedacht dat als je Nederland voorstelt als een gebouw, een bekend Nederlands gebouw met een trapgeveltje. En je hebt drie verschillende woonlagen. Een parterre, een eerste verdieping en een tweede verdieping. Misschien een grachtenpand voor. Een grachtenpand, ja. Een gracht met en je hebt een schoorsteen. En op de parterre, daar zitten zeg maar de lager opgeleiden. Op de eerste etage zitten de middengroepen. En op de derde etage, daar zitten wat wij dan zijn gaan noemen de elitaire mensen. Je hebt een voordeur en een pad wat naar die voordeur gaat. Nou, als je kijkt, wat simplistisch gesteld, de vorige eeuw. We hadden in 1914 kregen we bezoek van Belgische immigranten. Na aanleiding van de Eerste Wereldoorlog kwamen hier ongeveer 100.000 Belgische immigranten naar Nederland toe. We waren allemaal erg enthousiast over hun komst. Jongens, jullie zijn vluchtelingen voor die oorlog. Geen enkel probleem om jullie op te vangen. Nederland had toen ongeveer 6 miljoen inwoners. Gaande naar 1956, de bekende Hongaarse opstand tegen de Russische inval in dat land, kwamen ongeveer 3000, waren 200.000 Hongaarse immigranten, waarvan 3000 naar Nederland kwamen. Ik weet het nog heel goed. Mijn ouders die waren erg enthousiast over de komst van die mensen. Prima, duidelijk dat ze vluchten voor die Russen die met bruut geweld Hongarije overvielen. Helemaal geen probleem. 60er en 70er jaren, de komst van Turkse en Marokkaanse immigranten. Dat was aanvankelijk eigenlijk prima, want zij kwamen als gastarbeiders naar Nederland en de bedoeling was dat ze weer terug zouden gaan. En wij haalden ze binnen, met name door het bedrijfsleven die dat voorstond, vanwege hardwerkende en goedkope werknemers. Ja. Geen enkel probleem en geen condities aangesteld. Maar wij realiseerden zich ons niet dat deze mensen toch een hele andere culturele achtergrond hadden als die Belgen en die Hongaren die christelijk waren en die eigenlijk in no time in onze maatschappij opgingen. Belgen die keerden weer terug naar België en de Hongaren die bleven en die hebben hier en daar nog wel eens een Hongaarse naam. Maar het zijn complete Nederlanders geworden en het zijn geen Hongaarse Nederlanders, nee, het zijn gewoon Nederlanders. Ja. En tot mijn spijt zitten wij nu met een duidelijke derde en vierde generatie die eigenlijk steeds meer van onze maatschappij, wat wij dan mainstream autochtonen noemen, zijn gaan afdrijven en nog steeds zich eigenlijk meer dan ooit zich Marokkaanse Nederlanders noemen en Turkse Nederlanders. Ja. En nog steeds erg veel belangstelling hebben voor het land van herkomst van hun grootouders. En dan wil ik je even vragen, want dat verhaal is denk ik mooi rond. Om het even mooi rond te maken, zouden we weer bij dat huis terecht moeten komen. Hè? Want jij zegt van die drie verdiepingen in dat huis, dat grachtenpand. Teruggaande naar dat grachtenpand. Nou kijk, die bewoners van die parterre zijn er de laag opgeleide. Die hebben al die mensen als eerste zien binnenkomen. En die begrijpen dus ook eigenlijk als eerste wat daar aan de gang is. Want die komen als eerste in nauwe samenwerking en contact met deze mensen die binnenkomen. Ja. En helaas merk je dat deze mensen dan ook het meeste bezwaar hebben tegen het feit dat zij door een hele groep mensen
verdrongen zijn uit hun wijk. En ook uit hun sfeer, uit hun culturele sfeer. En dat er een zekere parallelisatie is opgetreden binnen de samenleving. En helaas is het zo dat in mijn groep en mijn soortgenoten, om het zo maar te zeggen, die op die derde verdieping werken. Je bent onderdeel van de elite, hoogopgeleid. Het is helaas niet anders, rijk. Of helaas, maar ik zit op die tweede etage. En ik heb veel contact met deze mensen. Ik ben werkzaam in de financiële wereld. Dus ik weet vrij nauwgezet wat deze mensen denken. Die zijn keihard bezig om carrière te maken. Om de economie te laten groeien. Om die schoorsteen op dat grachtenpand te laten roken. En die begint weer aardig te roken. En die willen eigenlijk niet zien wat daar op die parterre, wat daar aan de gang is. En dat is verdraaid jammer. Er zijn er overigens wel die het wel zien. En die willen mij dat best vertellen. En er zijn ook mensen uit de institutionele wereld, waar ik veel contact mee heb, die zeggen: Frits, hamer op met dat boek, want het heeft helemaal geen zin. Europa is gewoon een opgegeven. Die zijn compleet negatief over de ontwikkeling van Europa. Ja, nu word ik toch wel een beetje nerveus, Frits. Ik voor een beetje morele steun. Ja, vraag naar mijn linkerbuurman Paul Triteur even om te vragen wat zijn reactie nou is. Je kunt zo misschien nog toespitsen, maar ik ben even benieuwd hoe Paul hier naar kijkt. Is Europa opgegeven en staan de zaken er zo slecht voor? Ja, weet je, dat vind ik altijd. Ik zeg altijd, ik citeer dan altijd Oscar Wilde: It's hard to prophesize, especially about the future. Ik weet dat nooit. Bovendien is er ook altijd interessant dat Europa zal zijn wat we er ook nu van maken. Helemaal pessimistisch kan je nooit zijn op het moment dat je een pen en papier zet. Jij ook niet, ik niet, jij niet. Als je echt volkomen pessimistisch bent, dan heeft het ook helemaal geen zin om dit boek uit te brengen. Camera's van Weltschmerz. We hadden weer in ons bed moeten blijven liggen, of naar de Bahama's moeten trekken met onze spaarcentjes. Dus kennelijk geloven, bij elk levensteken wat je geeft, daaruit blijkt dat je toch nog de hoop hebt dat je de dingen kunt keren. Nee, absoluut. Maar dan kom je dus aan het punt van de weerbaarheid. Ja, dus die weerbaarheid. Ik geloof wel dat het de goede kant uit. Dank je inderdaad voor die termen. Dat is van belang niet om die even hier te noemen. Dus het kan best nog goed komen met Europa. Mm. Maar dan moet er inderdaad wel een zekere weerbaarheid komen. Ja. Er moet een zekere oriëntatie komen op kernwaarden, op uitgangspunten, op de fundamentele principes van rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Dat je weet waarvoor je staat. Dat jij dus op het moment dus dat die jongens die nu in Syrië gaan vechten om daar een kalifaat voor elkaar te krijgen, straks trouwens ook weer terugkomen om dat hier ook nog eens te proberen. Ja. Om maar een angstscenario van onze veiligheidsmensen om dat te schetsen. Nou, dan moet je ook wel weten waarom een democratie beter is. Ja. En als jij dan zegt, nou, ach, een democratie. Ah, nou ja, dat doen wij. That's the way we live now. Maar in anderen doen het anders. Dan is dat is heel zwak. Je moet dus weten waarom je een democratie hebt. En je moet dat ook kunnen articuleren. Je moet ook weten waarom een rechtsstaat beter is dan een dictatuur. En je moet ook weten dat de mensenrechten die er in de universele verklaring voor de rechten van de mens staan, dat het niet een soort van willekeurige verzinsel zijn van een paar westerse landen. Maar dat het echt intrinsiek beter is dan iets anders. Want er zijn argumenten voor te geven natuurlijk. Alleen je moet je wel vind ik wel. Kennen. Dat je moet erover nadenken. Je moet erover nadenken. Je moet het funderen. De boeken van Paul Cliteur lezen. Dat is een enorme goede. Enorm goed begin natuurlijk altijd. En die van Frits Bos, waar jullie allebei hebben meegewerkt. Ja, maar dat moet je dat wel. Ja. Dat is dus burgerschapskunde. Ja. En dat moeten we ook aan de studenten op de universiteiten meegeven. Wij werken allebei aan de Universiteit van Leiden. Als die rechtenstudenten denken, nou ja, dat staatsrecht van dat is zoals het is, maar je kan ook net zo goed iets anders hebben. Dan hebben ze een cultuur-relativistische attitude. Die ze niet weerbaar maakt voor de vragen waar maar we staan. De vraag is natuurlijk: is dit wel voldoende?
Want je komt dan toch in een stukje intellectualiteit... waarvan je je kan afvragen... is dat wel voldoende om een ontwikkeling die gaande is... Zeker. Om die te keren. Zeker. En zijn geen garanties. Nee, want je kan wel constateren dat er eigenlijk... zowel van zeg maar, de politiek correcte kerk als van de populisten... Ja. Ze beide constateren dat er een verwezen samenleving aan het ontstaan is. Ja. De bekende term van Fortuyn. Pim Fortuyn, ja. Die vind je nou terug bijvoorbeeld bij Denk. Toch vanuit een heel andere hoek. Ja. Maar er zijn ook andere politiek correcte die zeggen... we gaan naar een verwezen samenleving. En dat komt door die parallelisatie... We kennen elkaar niet meer. Nee. We denken allemaal heel verschillend. We hebben eigenlijk geen gemeenschappelijke noemer meer. Waar gaan we naartoe? En dan terugkomende naar dat grachtenpand. Nee. Je ziet wel dat die elite, maar ook die andere etages... die werken allemaal wel keihard. Nee. En die schoorsteen die rookt. We krijgen dit jaar, het komende jaar, 2,5% groei, economische groei. En je zet een... SUV voor de deur. En als je het goed hebt, zet je er nog eentje voor de deur. Dat is allemaal prachtig. Dus de buitenwereld, die ziet er allemaal heel goed uit. Maar aan de onderkant kan je merken... dan komen we aan de term van de termieten... Dat je vreest, die sfeer van onze samenleving... die wijst gewoon toch nog steeds de verkeerde kant op. Ondanks het feit... dat er toch verschillende mensen zijn die een flinke mate van weerbaarheid vertonen... en die constant zeggen, jongens, dit gaat niet goed. Ja, en er wordt geknaagd eigenlijk aan het bouwwerk van het huis. Absoluut. En het binnen, en we hebben het over de onderkant, maar er zit ook een binnenkant in. Mm. Er is weinig weerbaarheid, met name trouwens ook bij die politiek-bestuurlijke elite. Ja. Er is weinig weerbaarheid in die zin dat men... men vindt het eigenlijk ook niet meer zo... Men denkt dat het niet nodig... Het is ook een beetje hoog. Men denkt dat het ook niet nodig is om dat vaak... Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo zwaar. Rutte, die net Buma uitkaffert over dat hij een peuter is. Ik zou zeggen, misschien is het wel aardig om die metafoor nog verder door te trekken. Ja. Van het huis. Ik hou van metaforen die je ellenlang kan doortrekken. Die schoorsteen was al een mooie, maar ik wil naar de fundering. Ja. Die grachtenpanden die in Amsterdam staan, die hebben vaak zo'n zakken fundering, omdat er dan houten palen ingeslagen en die zijn op te rotten. En er zijn nog een paar palen te weinig ingeslagen, want ook in de Gouden Eeuw was er al bouwfraude. Nou, dat, weet je, dat soort dingen allemaal. En maar dan die fundering, dat huis begint te verzakken. Nou zijn er dus mensen zoals jij, denk ik, die zouden zeggen, en misschien jij ook wel, en ik in ieder geval sowieso, van er zou wel een fundering... er zou wel een stevige nieuwe fundering gelegd Absoluut. Moeten worden. En, dat heb ik geprobeerd. Ik als historicus zou dan denken, kijk naar het ontstaan van Nederland, kijk naar de grondwet, kijk naar de staatskunde. Waar het over... De geboortepapieren van Nederland, wat jij hebt gegeven. Plakkaat van verlating. Ja. Ik bedoel, toen was er wel ook een zeker geloof in het belang van de morele principes. Waarbij, ik wil niet erg... die het land groot hebben gemaakt. Zelfbestuur. Ja. Dat is allemaal heel relatief. Maar het is wel goed om die fundering, ook in onze tijd, om die fundering continu wel te onderhouden. Ja. Dat is eigenlijk wat je zo... Nou, Jan-Peter Balkenende heeft dat natuurlijk geprobeerd met normen en waarden. Hè? Ja. Die discussie heeft hij aangezwengeld. Ja. Was niet heel succesvol ermee. Omdat het te wazig was. Ja. Want daar zijn we het wel mee eens, normen en waarden. Ja, maar welke normen? Ja. Die VOC dat is natuurlijk de grote vraag. Daar krijg je dus die discussie. Ja. Wat zijn nou eigenlijk, wat is onze identiteit als Nederland? Wat zijn onze normen en waarden? Waar staan we voor? Ja. En dan krijg je de discussie over nationalisme versus cosmopolitisme. Ja. Dat is... Een zekere mate van nationalisme hebben we wel nodig. Absoluut. Herleving van het ideaal van de natiestaat. We hadden het net over Denk, maar er is ook een Forum voor Democratie geleid door Thierry Baudet. En dan denk ik, daar zitten wel, vind ik, een paar interessante dingen in. Waar we eens...
goed naar zouden moeten gaan kijken. Ja, dus oké, dat nationalisme, dat er een bepaalde vorm van nationalisme is. Je zou het misschien ook patriotisme kunnen noemen. Of, ja. Ik denk dat het... Weet je, dat maakt me nooit zoveel uit. Hè? Toen ik geschiedenis studeerde... Toen ik geschiedenis studeerde, een jaar of 10, 12 geleden ben ik ermee begonnen. In die tijd, net na de moord op Van Gogh eigenlijk, die jaren daarna studeerde ik geschiedenis. En toen was eigenlijk het idee van... die natie, dat is allemaal achterhaald, verleden tijd. En we kijken naar Europa en we kijken naar de wereld. En we zijn wereldburgers en zo. Mm. En dat was eigenlijk, aan de UvA was dit, maar dat was voor mij vrij algemeen aanwezig. En eigenlijk denk ik dat misschien wel het meest zichtbaar... nu met de verkiezing van Trump... maar in Nederland hebben we dat al langer, dat proces zien we gebeuren... dat er eigenlijk een soort de wal keert het schip. Het lijkt dat die natie helemaal niet zo achterhaald is. Dat er misschien toch wel, in ieder geval voor nu en voorlopig iets in zit... dat lijkt toch wel keihard nu duidelijk te worden. Als een soort, nog een metafoor, een soort boemerang komt dat nu misschien terug. Helemaal. Ik denk dat politiek door een aantal nieuwe partijen inderdaad wordt gezien en wordt uitgebuit of misschien gebruikt misschien. Ja. Maar die mensen op de derde verdieping van het huis, of de tweede verdieping, want dat is het bovenin, die proberen toch nog steeds een beetje te ontkennen, heb ik het gevoel. Die mensen die ik dan toch regelmatig spreek, die verkeren veel in het buitenland. Die reizen vandaag zijn ze in Tokio en volgende week zijn ze in New York. En daarna zijn ze in Frankfurt. Dus die hebben een echt cosmopolitische kijk op de wereld. Maar ook een beetje een naïeve kijk, als ik zo vrij mag zijn. Want ik dat vinden zij niet. Omdat ze het niet goed genoeg doordenken. Maar ik bedoel, je moet toch begrijpen dat het systeem van een natiestaat is gebaseerd op een stuk territorium. Ja. Op dat stuk territorium woont een groep van mensen. Die leven onder een bepaalde wetgeving. Ja. Met als hoogste hebben ze een bepaalde grondwet. Ja. Dat is in Nederland anders dan in Duitsland. En in Duitsland kan iets strafbaar zijn wat in Nederland niet strafbaar is. En ultimately is natuurlijk toch een beetje de vraag... onder welke wetten moet je leven? Ja, 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 ja. Maar als je dus met je hoofd in de wolken loopt... en je denkt van... Oh, we open grenzen. Globalisering. Het gaat niet. Het kan dus niet. Dus het wereldbeeld van onze cosmopolieten is naïef. Het denkt niet verder door. Het probleem is dat ze het nog doen voorstellen alsof die enge nationalisten en populisten, alsof die niet nadenken. Terwijl ik denk, nou, daar zit heel wat meer verstandig gedachtegoed in. Cosmopolitisch dan in de zogenaamde cosmopolieten. Die hebben toch allemaal een beetje, zonder het zo uit te spreken, het idee van alle mensen weer een broeder. Ja. Je moet het ruim zien, we moeten met elkaar, het moet kunnen. Het gelooft niet in het kwaad in de mensen. Het gelooft ook niet in het feit dat er dus in deze wereld krachten werkzaam zijn die kwaad zijn. En waarvoor je dus een sterke staat nodig hebt om je tegen te weer te stellen. Want weet je, ze laten de wereld eigenlijk een beetje over aan de wolven. Het getuigt ook niet en denken dat omdat ze denken dat iedereen een schaapje is. Het getuigt ook niet echt van realisme in de zin van dat cosmopolieten natuurlijk ook zich in... misschien is het een stroopop hoor, maar als ze inderdaad zich zo opstellen, dan zijn ze ook niet echt bewust van een aanwezigheid van een grote groep mensen in over de hele wereld. Misschien wel 99,9% van de wereldbevolking die toch echt veel lokaler denkt. En veel niet dezelfde positie heeft economisch gezien, ook niet intellectueel gezien, om hetzelfde leven te leiden. Dat het ook nooit zou kunnen. Maar dan misschien meteen doorpakken op een laatste punt. Want we moeten ook een beetje naar de tijd kijken. Maar waarom haten ze ons eigenlijk, dat boek, dat we hebben gemaakt, maar vooral jij hebt gemaakt, Frits. Ik moest denken aan een essay van Bas Heijnen. Dit heet Moeten wij van elkaar houden? Mm-hmm. En dat essay vond ik eigenlijk nog vrij aardig ook. Ik kan me herinneren van vier jaar geleden, meen ik. Maar waarin eigenlijk een hele goede vraag wordt opgeworpen in de titel al, net zoals bij ons boek. Moeten wij nou eigenlijk van elkaar houden? Is het nou eigenlijk noodzakelijk? Is jouw vraag een opmaat naar een analyse van een probleem en een oplossing om die haat weg te nemen? Of zou je ook kunnen zeggen, maar we hoeven niet per se van elkaar te houden, we kunnen ook best langs elkaar heen leven. Dat als iedereen daar gelukkig mee is, dan kan het toch prima.
Ja, maar helaas denk ik dat het niet werkt op die manier. Je ziet dat naarmate allochtone mensen steeds meer deel uitmaken van onze maatschappij en een steeds grotere groep vormen, dat die vanuit hun culturele achtergronden steeds meer zeggen, jongens, wij zijn ook Nederlanders, en dat zijn ze ook. Wij willen dat onze manier van leven en onze manier van denken, dat dat ook een vertegenwoordiging vindt in de politiek. Denk is daar een goed voorbeeld van. Denk is daar een voorbeeld van. Interessante partij, eigenlijk. Ja, en dat, je kan zeggen, ja, dat is goed dat ze op die manier vertegenwoordigd worden. Maar je kan, ja, ik denk dat dat toch ook toch tot een toenemende mate van botsingen zal leiden. En dan kom ik ook weer op dat nationalisme. Kijk, op zich denk ik dat nationalisme, dat is de gebeten hond op het ogenblik. Maar ik denk dat een burgerschap nationalisme, dat prima is. Maar een etnisch nationalisme, dat lijkt me geen goede zaak. En dat wil zeggen dat je een sterke verbinding vanuit je etniciteit legt met je land waar je ooit de voorouders vandaan kwamen. En je gaat afzetten tegen het land waar je je in bevindt. Dus wat dat betreft zeg je eigenlijk zijn wat Denk verwijt aan de autochtone Nederlanders, dat zou je eigenlijk ook Denk zelf kunnen verwijten. Absoluut. Dat ze vormen etnisch nationalisme aan. Absoluut, absoluut. Door bijvoorbeeld de superioriteit van de Turks of de Marokkaans of de Surinaamse cultuur. En je kan zeggen, Het is eigenlijk een herbevestiging van iets wat niet bevestigd zou moeten worden, omdat het op de achtergrond zou moeten raken. Dus al die verschillen tussen mensen en die te maken hebben met dingen als huidskleur en etniciteit, dat zou eigenlijk geen rol moeten spelen. En dat is ook dat speelt ook geen rol in de zin dat we hebben een grondwet met grondrechten, we hebben een universele verklaring voor de rechten van de mens, we hebben een verdrag dat rassendiscriminatie uitsluit. Ik bedoel, eigenlijk is dat hele juridische systeem is er wel. Maar nou, wat je nu krijgt, is dat je krijgt partijen die zeggen, ja, dat functioneert niet goed. En dat is ook een beetje de schuld van autochtone mensen. Die krijgen beschuldigingen naar ze. Die krijgen de beschuldiging. Die worden eigenlijk in feite al op basis van hun etnische kenmerken meteen al in het beklaagde bankje gezet. Dat dan weer vervolgens met zich meebrengt. Dat die daar weer tegen in opstand komen. En zo komen er allerlei groepen mensen tegenover elkaar te staan binnen het bang. Met zo'n partij als Denk. Die dat helemaal niet zouden moeten. Ja, dus eigenlijk het uitspelen van groepen tegen elkaar, dat gebeurt dus, wat wordt verweten aan bijvoorbeeld de PVV van Geert Wilders, dat gebeurt dus eigenlijk nu ook, zou je kunnen zeggen, door Denk. Of misschien nog wel op een andere manier, misschien nog wel fundamenteler dan waar Geert Wilders de islam aanvalt, zou je kunnen zeggen. Ik vind dat het vrije recht is van iedereen om dat te doen. Als jij vindt dat er problemen zijn met het christendom, wat ik vind, dan moet je het christendom kunnen aanvallen. Als je vindt dat er problemen zijn met het boeddhisme, dan moet je het boeddhisme kunnen bekritiseren. En zo zou je ook de islam moeten kunnen bekritiseren. Maar dat is niet het geval. Daar is enerzijds een taboe op en anderzijds is er ook nog eens een keer een strafrechtelijk apparaat waar je eventueel mee in problemen kan komen. Ja, oké, dat is het ook een beetje het Wilders-proces. Ja, dat is Wilders 1 dan in dit geval. 1, ja. Maar als Denk bijvoorbeeld meent het racisme te moeten blootleggen in onze samenleving of de uitsluiting van etnische minderheden of zo, dan is dat ook een goed recht. Dat is ook onderdeel van onze democratie dat kan. Vind ik ook, maar dan moet je dat ook echt heel goed documenteren dat in een specifieke situatie het geval is. Maar je moet er niet van uitgaan dat een andere alleen maar op basis van de fysieke verschijning van iemand, dat die al bij voorbaat daaraan schuldig is. Ja. Zo van, hier tegenover mij zit een man, dat is de man van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat is die van Jan Pieterszoon Koen. Hij heeft zijn mond nog niet open gedaan, heeft nog niks verkeerds gedaan, maar we hebben hem al gecategoriseerd. Ja. Als dus iemand die behoort tot een bepaalde groep.
En hij kan doen wat hij wil. Maar dat, al is hij nog zo'n goed mens, die Frits Bos. Zoon van Pieter, Jan Pieterszoon Koen. Is al fout. Mm-hmm. Dat gaat op een gegeven moment kwaad bloed zetten. Mm-hmm. Ben ik bang in een samenleving. En dat gaat tegenstellingen creëren die je niet zou moeten hebben. Frits, even heel kort, want we moeten gaan afronden. Ja. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Heb je de hoop dat jouw bundel... Onze bundel, waarom haten ze ons eigenlijk daar een positieve bijdrage aan leveren? Nou, om nog even daarop door te gaan wat Paul net zei. Kijk, dat er verschillende groepen zijn, mensen allemaal anders denken, dat is allemaal prima. Het gaat alleen om dat er een gemeenschappelijke noemer is waar we wel voor staan. En dat er mensen zijn die zich niet afzetten tegen datgene waar de mainstream... mee bezig is. De normen en waarden van de mainstream. En dat is denk ik het probleem waar we nu mee zitten. Dat je dat toch steeds meer tegenkomt. Wat was je tweede vraag? Even heel kort nog het boek. Heb je vertrouwen in dat het een positieve uitwerking heeft op dit debat? En ik hoop het. Garantie tot de deur. Ik heb het gevoel dat het wel het geval is. Het is een boek wat mij enorm heeft geholpen in denken. Ik ben ook over toch een aantal dingen anders gaan denken. Het is een steentje in de grote vraag van waar gaan we naartoe? Hoe moeten we hier tegenaan kijken? De aanslagen is natuurlijk een enorm probleem van onze tijd. De haat die we ontwaren in onze maatschappij is een enorm probleem. Dit boek helpt daar denk ik wel goed bij. Dit lijkt me een mooie afsluiting. Heel hartelijk dank voor het gesprek. En we komen vast nog een keer te praten over de andere interessante dingen van jouw carrière, Frits. Ik stel voor dat we in gesprek blijven. Tot zover, KVW Weltschmerz. Dankjewel. Dank je.